Hoi allemaal, ik heb afgelopen week 2 keer geshopt bij de Body Shop. En het leek me wel leuk om even een korte shoplog te doen. Dus bij deze. Als eerste kocht ik de Beautifying Oil Satsuma. Deze, ik hoop dat je het kan zien. En dat is een olie die je voor je gezicht, je lichaam en je haar kan gebruiken. Ja, die leek me heel fijn en ik vond hem heel lekker ruiken. Dus toen kwam ik bij de kassa en toen hoorde ik dat het tweede halve prijs was op alle body- en badproducten. En ik had deze ook al in gedachten. Dat is de Body Mist. Met dezelfde geur als deze olie. En als ik deze erbij zou nemen, zou ik deze voor de helft krijgen. Deze is normaal 10 euro en deze is 12 euro. En de goedkoopste krijg je dan voor de helft van de prijs. Dus deze was nog maar 5 euro. Nou, dus dat heb ik gedaan. Toen kwam ik bij de kassa en toen werd mij gevraagd of ik al een klantkaart had. En die had ik nog niet. En toen vroeg ze of ik daar misschien in geïnteresseerd was. Want ik had ook nog een cadeautje voor een vriendin gekocht, dat ik nog niet kan laten zien, want ze heeft het nog niet gehad. Als ik die klantenkaart zou aanschaffen, zou me dat 5 euro kosten. Normaal is dat 10 euro. En ja, ik zou er dus bij elke aankoop 10% korting krijgen. En je krijgt dan bij elke 10 euro die je besteedt ook wordt er een hartje gevuld. En bij het vierde hartje mag je iets komen uitzoeken voor 10 euro. En bij het achtste hartje voor 15 euro. En in de maand waarin je jarig bent, mag je iets komen uitzoeken voor 10 euro. Dus ja, ik besloot die kaart erbij te doen. Toen kreeg ik te horen dat ik de Vitamin E Face Mist voor 90 cent erbij kon kopen. Omdat ik dus die klantkaart had. Nou, daar kon ik natuurlijk ook niet geen nee tegen zeggen. Dit is een verfrissende spray voor je gezicht. En die werkt ook nog eens om je make-up te... Hoe heet dat ook alweer? Hoe heet dat? Je make-up te... Nee, juist niet. Dat het er beter op blijft zitten. Fixeren. En die werkt ook. Wat? Misschien mag dat nog even boven. Nee, dat heeft daar niks mee te maken. En die werkt ook tegelijkertijd om je make-up te fixeren, dus dat is wel heel handig. Ik heb hem nog niet getest, maar ik ben erg benieuwd. Nou was ik gisteren weer bij de Body Shop. En omdat ik nu de klantkaart heb, was ik wel nieuwsgierig of er nog meer was waar ik. Wat ik kon kopen. Wat ik leuk of zou vinden om te kopen. En ik was altijd op zoek naar een nieuwe dagcreme. Omdat ik best wel, sinds ik zwanger ben, best wel gevoelige huid heb. Dus heel veel soort rode vlekken. En mijn huid kan heel slecht producten verdragen. En toen zag ik online deze set. En er zit in dagcreme, nachtcreme, facial cleanser, dus gewoon een reinigingsmelk en een toner, tonic. En dat is de aloe vera lijn, dat is speciaal voor de gevoelige huid. En om die te testen dacht ik dat dit setje wel handig zou zijn, omdat het kleine verpakkingen zijn. Dan heb ik niet meteen zo'n hele grote pot crème in huis als het niet fijn blijkt te zijn. Dit setje kost normaal 20 euro, maar door de 10% korting met deze kaart kost het me 18 euro. En ik heb het gisteravond voor het eerst geprobeerd, maar ik vind na 1 keer gebruik kan je nog niet zeggen of iets echt werkt of niet werkt. Dus daar kom ik vast nog later een keer op terug. Bij de Body Shop krijg je ook altijd leuke testertjes. Ik heb deze body lotion. Met kokosgeur gekregen en
ook nog een body lotion, moringa. Even ruiken. Oh. Kut. Die ruikt wel heel lekker. Nou. Die ruikt echt heel lekker. Die ruikt echt lekker. Nou, alles flikkert er hier uit. Dit was mijn shoplog. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.